Ik kom uit Hillegersberg en aan het einde van de straat in de Prinses Brigietlaan had je een schoolpleintje. En daar ben ik met een houten racket, toen ik een jaar of zes ben ik met mijn broers samen ben ik op het schoolplein begonnen. Ik zat op een vereniging Neptunus en daar voetbalde ik 's winters. En 's zomers ging je dan automatisch honkbal eigenlijk bij die club. Ik heb wat aan honkbal gedaan, ik heb wat aan atletiek gedaan, maar uiteindelijk was judo wel het leukste, want ik vond het toch het leukste om van de grootste jongen van de klas te winnen. Ik ben op dit pleintje begonnen hier in Rotterdam, op jonge leeftijd. Speelde ik hier altijd met de buurtjongens. Ja, eigenlijk vanaf de eerste dag dat ik kon dribbelen met een bal, ging ik eigenlijk overal met een bal. Ik sliep met de bal, echt letterlijk. Het maakt niet uit wat voor weer het was. Het sneeuwde, het regende. Ik was er altijd. Ik ging altijd mee op zondag naar dames of heren inkijken. En dan eigenlijk alleen maar om in de rust gewoon het veld op te mogen. En te hopen dat bij het team van mijn moeder, de semi-veteranen, iemand geblesseerd raakte, zodat ik in kon vallen. Echt heel erg eigenlijk. In Hillegersberg, een paar voetbalvelden, over het hek klimmen en dan op de velden voetballen totdat iemand kwam en zei, hey, je moet eraf. Als ik nu jeugdfoto's terugkijk van mezelf, echt gewoon heel erg gedreven. Tong uit mijn mond, snot uit mijn neus. Rotterdam is mijn stad en ik ben gek van sport, dus dan is Rotterdam mijn sportstad. Ik denk dat vooral Rotterdam het in de afgelopen jaren heel veel heeft gestimuleerd op het feit door evenementen mogelijk te maken. De hele stad die straalt sport uit. En ik ga op de scooter, binnen 2 minuten ben ik bij de Kuip. Het ABN AMRO tennis toernooi in Ahoy en de wieler zesdaagse. Ik heb gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Nou, daar hebben ze ook een stichting voor topsporters en een topsportregeling. Er wordt gewoon bewust mee omgegaan. Ook sport op maat voor mensen met een beperking. Dat vinden ze gewoon heel erg belangrijk. En voor die mensen is het ook heel erg belangrijk. Want sport geeft iedereen een stukje extra positieve energie. Heel veel zaken die nu terugziet in Nederland op honkbalgebied. Die succesvol zijn, ja, die hebben vaak hun oorsprong in Rotterdam gevonden. Iedereen praat over Olympische Spelen in Amsterdam, maar ik weet niet waar ze het over hebben. Voor mijn part is er maar één sportstad en dat is Rotterdam.